Ja, klopt. We hebben mooie dingen laten zien. We hebben gewonnen tegen Noorwegen. Ja, vandaag zat het er gewoon niet in. Ja, we hebben gevochten. Wij komen terug op 1-1. En dan komt daar zo'n een lucky goal eigenlijk wel van Nederland. Maar je moet ook toegeven dat Nederland wel sterk was vandaag. Jullie begonnen wel heel sterk, heel snel. Jij ook heel vinnig. Nederland acteerde nerveus in de beginfase. Ja, klopt. We zaten goed druk. We waren vinnig. Oké, dan gebeurt er die botsing en dan verlies je toch wel een moot die wel heel stevig is. En daarna heel even slordig, ook slordig uitverdedigen en dan krijgen we een vermijdbare strafschot tegen. Ja, ik denk dat we gewoon op een gegeven moment te overhaast waren. Op momenten moeten we gewoon leren rustig die bal nog van achter laten rondgaan. Maar dat zijn dingen die we mee moeten nemen in de toekomst. We komen op 1-1. Die viel op dat moment een beetje uit de lucht, ondanks dat we een kans hadden. Maar dan is het geloof terug. Ja, klopt. Dan hadden we weer terug wat geloof en de supporters die achter ons stonden. Hoe kijk je nu zelf naar de EK terug? Uiteraard op dit moment teleurstelling. Maar als je voor de eerste keer op een EK met wat België geleverd heeft, denk ik dat je positief mag kijken. Ja, natuurlijk. We mogen wel fier zijn als de debutant toch in een topland tegen een topland hebben kunnen winnen, Noorwegen. We hebben net verloren tegen Denemarken. Als je ons tweede helft ziet, hadden we eigenlijk meer eruit moeten halen. Ik denk achteraf dat we toch wel fier mogen zijn. Laatste vraagje, als je vandaag ook die strijd tussen de twee supportersklans ziet, dat is wel geweldig. Ja, klopt. Als je ziet hoeveel supporters wij nu opeens hebben, dat is super. Ja, dat is, we zijn er enorm blij mee en dat heeft ons ook door het toernooi gestuurd.